Van harte welkom terug bij de zesde video van onze Bybit tutorial reeks. In deze video gaan we het hebben over een essentieel concept in cryptocurrency trading, namelijk long en short trading. We zullen je uitleggen wat long en short posities zijn, hoe je ze opent en sluit op Bybit en enkele belangrijke risicobeheerstrategieën die je moet overwegen bij het uitvoeren van long en short trades. Het concept van long en short trading uitgelegd. Long en short trading zijn twee fundamentele handelsstrategieën die je kunt gebruiken om te profiteren van de prijsbewegingen van cryptocurrencies. Een long positie houdt in dat je verwacht dat de prijs van de cryptocurrency zal stijgen en door een long positie in te nemen, koop je de cryptocurrency en houd je deze vast in de hoop dat de prijs zal stijgen, zodat je winst kunt maken wanneer je de cryptocurrency verkoopt. Aan de andere kant, een short positie houdt in dat je verwacht dat de prijs van een cryptocurrency zal dalen. Bij het innemen van een short positie verkoop je de cryptocurrency die je niet bezit en hoop je het later tegen een lagere prijs terug te kopen om winst te maken. Het is belangrijk om op te merken dat bij short trading je cryptocurrency moet lenen van de exchange om te verkopen. Dit staat bekend als het aangaan van een short positie of het short gaan. Hoe je je long en short posities opent en sluit op Bybit. Op Bybit kun je eenvoudig long en short posities openen en sluiten. Dit is hoe je het doet. Stap 1. Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je Bybit account en dat je voldoende saldo hebt om de positie te openen. Kies het handelspaar dat je wilt verhandelen en klik op long of kopen als je een stijgende prijs verwacht of short verkopen als je een dalende prijs verwacht. Het ding hiermee is wel dat dit eigenlijk alleen staat bij het margin traden. Maar omdat margin traden te complex is voor jou als beginner, want anders zou je deze video hoogstwaarschijnlijk niet kijken, wil ik het eigenlijk gaan hebben over buy en sell op de spotmarkt in plaats van dat we echt gaan long en short op de margin trade zijde van Bybit. Spot traden is denk ik de ideale plek om te starten, dus het is heel erg belangrijk dat je dat als eerst doet. Het is natuurlijk belangrijk dat je wel assets hebt op je account. Dus wat je kan doen is hier naar assets gaan en dan daar ervoor zorgen dat je ook daadwerkelijk tegoed hebt in jouw spot account. Je ziet hier dat ik $204 heb op mijn spot account en wil je weten hoe je hier tegoed op krijgt, check dan zeker de cryptocurrency voor beginners. Maar het komt er in principe gewoon neer dat je iets kan kopen op Bybit, het vervolgens gewoon eigenlijk hier naartoe stort en erheen stuurt via XRP het omzet. En volgens mij zit dat trouwens ook gewoon in deze video, dus weet even niet waarom ik dat nu herhaal. In ieder geval, je gaat dan vervolgens naar markets. Je kan dan zoeken naar een spot market, zoals bijvoorbeeld Avalanche. Een project waar ik voorlopig heel erg fan van ben. Ik hoop dat ik het nog steeds kan zeggen tegen de tijd dat je deze video kijkt. En dan kan je hier zo dit asset traden. Heel simpel, als wij Avalanche willen kopen voor een bepaalde prijs, dan kunnen we gewoon selecteren voor welke prijs we willen kopen. Dus dat kan zijn voor een prijs die nu niet actueel is, maar misschien in de toekomst wel, dus een lagere prijs bijvoorbeeld. Dus we kunnen ook zeggen van oké, we willen op de 12.30 willen we eigenlijk inkopen, hè, in plaats van nu op dit moment. Of we doen een market order, dat we gewoon nu direct willen kopen. Maar over het algemeen klik ik gewoon lekker dit aan. Ik selecteer dat ik voor in dit geval alles wil kopen. Ik selecteer een prijs in het orderboek, zodat ik direct geholpen word. Want ook al bied ik nu meer dan wat er onderaan wordt aangeboden, hij vult gewoon voor de onderste prijs als ik een hogere prijs selecteer. En vervolgens klik je op bij AVAX om de order te plaatsen. Even kijken, er staat dat ik te weinig balance heb op mijn account. Dus het zal een kleine fout zijn. Ik doe hem even opnieuw selecteren, klik op bij en klaar is Kees. Nu zien we dat de order niet hier staat. Bij order history kunnen we nu wel de positie zien. En dit is eigenlijk hoe je een asset aankoopt op Bybit. Heel simpel, werkt vrijwel hetzelfde op alle exchanges op deze manier. Maar ik wil jullie ook laten zien hoe je eventueel een order kan cancelen en hoe dat eruit ziet in het current orders overzicht. Dus nu hebben we nog maar $14 over op ons account. En als we bij sell kijken, zien we ineens dat we 16,21 AVAX op ons account hebben staan. Laten we zeggen dat we daar voor een prijs van deze prijs willen we daar 1 Avalanche voor verkopen. We kunnen hier selecteren. We krijgen daar dan $12,55 voor. En we kunnen nu op sell AVAX klikken. Maar
Sorry, we doen het even voor deze prijs. Een prijs die nu niet relevant is. En we klikken op Sell AVAX. Nu zien we hier dat we een current order open hebben staan. Dit is een current order omdat de huidige prijs op dit moment 12,56 is. 600. En wij willen verkopen voor een prijs van 5 punten eigenlijk hoger dan wat het nu is. Dus je hebt 5,660 hier. 5,665 is waarvoor wij willen verkopen. Dus oftewel, de prijs is nog niet daar waar wij willen dat de prijs is om te verkopen. Dus vandaar dat we nu een current order hebben staan. Hij staat in het orderboek. We hebben nog niks verkocht. En er is nog niks gefilled. Dus we zien dat er niks is gefilled. Onze hele order staat erin van 1 Avalanche voor deze prijs, deze totale waarde. Dit is er nog niet gevuld. Dit is de tijd waarin we hem hebben geboekt. En we kunnen hier eventueel onze order cancelen. Dat kan zowel bij buy-orders als bij sell-orders. Dus om de positie te sluiten, ga je gewoon naar Current Orders. Je klikt vervolgens op Cancel. Oftewel sluiten. En nu hebben we het geannuleerd. Dus oftewel, onze verkooporder is eruit gehaald. We hebben nog steeds 16 Avalanche op ons account staan. En that's it. Oké. De risicobeheerstrategieën bij long en short trading. Bij long en short trading is risicobeheer van vitaal belang om je kapitaal te beschermen. Hier zijn enkele risicobeheerstrategieën die je kunt overwegen. En heb je hier super veel interesse in, check dan zeker de Bitcoin Masterclass in onze leeromgeving. De eerste paar lessen zijn gratis om te checken, dus doe dat zeker. De eerste is, gebruik een stop-loss order. Stel een stoploss in om je positie automatisch te sluiten als de markt zich tegen je keert en de prijs een bepaald niveau bereikt. Dit helpt om verliezen te beperken. Stel een take profit doel in. Overweeg om een take profit order in te stellen om je winstniveau vast te leggen voordat je de trade opent. Dit helpt om je winst te beschermen als de markt positief evolueert. Beperk je hefboomwerking. Hoewel hefboomwerking je winsten kan vergroten, kan het ook je verliezen vergroten. Wees voorzichtig met het gebruik van een hoge hefboomniveau en zorg ervoor dat je je comfortabel voelt met het risico dat gepaard gaat met je positie. Dat concludeert onze video over long en short trading op Bybit. We hebben je het concept van long en short posities uitgelegd, laten zien hoe je ze kunt openen en sluiten op Bybit en enkele belangrijke risicobeheerstrategieën gedeeld. In de volgende video gaan we dieper in op hefboomwerking leverage en hoe je dit kunt gebruiken op Bybit. Blijf kijken en veel succes met je handelsactiviteiten. Nog een kleine disclaimer, onthoud dat handelen in cryptocurrencies risico's met zich meebrengt en dat prijzen volatiel kunnen zijn. Doe altijd je eigen onderzoek en overleg met een financieel adviseur voordat je beslissingen neemt met betrekking tot investeringen. Bybit is niet verantwoordelijk voor verliezen die voortvloeien uit handelsbeslissingen die zijn genomen op basis van de inhoud van deze video. Allerlaatste is dat je ook nog gewoon orders kan inplannen. Hè? Dus stel nu dat we deze Avalanche hier hebben voor 16 gekocht. Stel nu dat wij zeggen dat we moeten verkopen op basis van technische analyse, wat niet in deze video zit, maar check zeker de technische analyse basiscursus die gratis in onze leeromgeving staat, of de Bitcoin Masterclass als je 40 uur wilt verdiepen in technische analyse. Maar laten we zeggen dat onze technische analyse laat zien dat als de prijs bijvoorbeeld onder de 12,2 zou zakken, dat we dan gewoon onze Avalanche moeten laten gaan. Dit is nu in dit voorbeeld nergens op gebaseerd, maar we zouden dan dus kunnen zeggen dat we dus een stoploss eigenlijk hebben op die 12,2. Als ik nu hier bij de cel zou invullen 12,2 en ik zou nu al mijn Avalanche daarin zetten, dan verkoop ik automatisch mijn Avalanche. Dus omdat de prijs nu hoger is, dus eigenlijk hoe we dan anderzijds in kunnen kopen en een hogere prijs kunnen selecteren, waardoor we in één keer onze order vullen. Zo zouden we nu dan direct verkopen. Dat is niet wat we willen. We willen eigenlijk dat als de prijs daar naartoe gaat, dat we dan pas onze order verkopen. Dus heel simpel, wat doen we daarvoor? We kunnen hier kiezen voor TP/SL. Dat staat voor Take Profit/Stop Loss. En als we hier op klikken, dan kunnen we dus een triggerprijs instellen. Dus laten we zeggen dat we op 12,2 onze triggerprijs willen hebben.
En dat we dan vervolgens onze Avalanche willen verkopen voor een bepaalde prijs. We kunnen dan zeggen dat we gewoon market order erin willen gaan. Al onze Avalanche op dat moment gewoon willen verkopen. En dan verkoopt hij gewoon wat Avalanche zijn prijs ook mag zijn. Gewoon op 12,2 onze Avalanche. Dus we klikken nu op Sell Avalanche. Dus nu hebben we eigenlijk onze order er op dit moment in staan. En als we dan hier linksonder kiezen voor TP/SL. Dan zien we dat hier onze stoploss eigenlijk staat om getriggerd te worden, toch? Dus als de prijs naar die 12,2 of lager gaat, dan triggert deze order en dan verkopen we wat er staat. Anderzijds kunnen we natuurlijk ook een take profit niveau instellen. Dus wat nou als we zeggen van oké, bij de 13,1 zou een punt zijn dat wij onze winst eruit willen halen. Dan kunnen we hier 13,1 instellen. We doen vervolgens al onze Avalanche en we doen weer sell Avalanche. Wat we nu overigens zien is dat je trouwens maar één take profit of stop loss kan instellen. Dat is op sommige exchanges anders. Bij forex trading werkt het ook weer anders. Maar in dit geval zou ik deze dan moeten cancelen. En zouden we onze take profit dan dus op die 13,1 bijvoorbeeld kunnen instellen. Doen we 100%, we klikken op sell Avalanche. En nu staat onze take profit in dit geval dan op dat prijsniveau. Anderzijds zouden we natuurlijk ook een limit order kunnen instellen bij een bepaalde prijs. Dat werkt dan weer iets anders, want als we hier voor limit kiezen, dan kunnen we een triggerprijs instellen, maar ook een orderprijs. Dus wanneer is de trigger dat deze order wordt geactiveerd? En wat is precies de orderprijs waarvoor je dan wilt verkopen? En that's it for today. Hartelijk bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag terug in de volgende video.